Wat zal Karen Riethoven van Story wel niet denken als ze ons zo bezig hoort? Kan me niet schelen. Dat kan me eigenlijk ook helemaal niet schelen. Je kent ons al een beetje. Ja, inmiddels wel, hè? Helaas wel, zou ik zeggen. Nee, inmiddels. Oh, inmiddels. Oh. Helaas, ja. Oké. Okay. Dat zegt Arnaud dan tegen mij, dat hij mij kent. De story die ligt weer in de winkel. Een kerstverse story. Wat staat erin, onder andere? Ja. Leuke stories? We hebben Priscilla Bart gesproken. Is nou, de dochter Priscilla van Patty. Astrid? Ja, dochter van Patty. Ja. Die werkt in Amsterdam in een hotel bij de receptie. Ja. En we hebben haar aangesproken en ze gaf zomaar wat antwoorden. Oké, want een hele tijd was ze van de radar af. Vroeg je hallo, hoe gaat het? En toen gaf ze antwoord? Of stelde je echt vragen die betrekken? Ik wil een kamer reserveren. Ja, dat zou jij vragen. Dat zou jij vragen. Ja, klopt. Ik ben altijd heel van diepzinnig interview. Ik heb haar aangesproken. En wat het meest bijzondere is dat ze zeg maar op de vraag van hoe zie je een verzoening met je moeder? Dat ze zegt van nou, ik sluit niks uit, de tijd zal het leren. Hé, maar dat is wel eens anders geweest. En dat is wel eens anders geweest, ja. Dat ze sloot het echt, ze was altijd heel erg pertinent daarin. En dus ja. Maar dat zal Patty, die heeft al meerdere keren aangegeven dat ze heel graag wel weer contact zou willen hebben met Priscilla. Dus ik denk dat Patty hier heel blij mee is. Ik denk dat Patty ook hier heel blij mee is, maar dat ze nog altijd de bal bij Priscilla laat liggen. Ja, precies. Een van de twee moet natuurlijk die stap in de goede richting zetten. Ja, en ik denk dat Patty dat gaat doen. Nee. Maar ik denk wel dat Patty hierdoor wat hoop krijgt. Ja. Waar ging het eigenlijk ook alweer over? Ja, dat weten ze zelf ook niet volgens mij. Nou, het was meer zeg maar dat Priscilla er moeite mee had hoe Patty zich zeg maar in de media manifesteerde, over haar sprak ongevraagd. En daar had ze op een gegeven moment gewoon genoeg van. Misschien moeten we ze gewoon opgeven voor het familiediner. Dat Bert van Leeuwen dat even gaat oplossen. Wat vind je daarvan? Lijkt me een goed plan. Nou ja, het is altijd zo. In dat programma kijk ik altijd. Het is altijd zo dat één van de twee moet natuurlijk actie ondernemen. En geen van beide partijen doen dat, waardoor die ruzie blijft. Nee, dus er moet een derde zijn die dat doet. Duwtje in de rug. Waarom doe jij dat niet als story? Dat is toch leuk om daar een beetje te bemiddelen? Ik heb eerder Rob de Nijs en Belinda aan tafel gekregen met kerst. Ja, dat was ruzie werd toen, hè? Ruzie, echt knap. Ja, ruzie. Ja. Ik kende beide heel erg goed en ik had telefonisch zelf veel contact, zowel met de een als met de ander. Mm-hmm. En dan de een die zeurde over de ander en omgekeerd. Ik zei, dat moet toch een keer weer goed komen tussen jullie. Dus dan hebben we ook een beetje zo van, joh, ze doen het allemaal niet zo. Nou, uiteindelijk is het na heel veel lang 6 en 7, ook met de steun van Thierry, de man met wie Belinda toen nog getrouwd was, is het goed gekomen. En toen hebben we ze voor een kerstreportage hebben we ze zeg maar met z'n allen aan tafel gezet. Ja. En dat was heel gezellig. En sindsdien zijn ze weer onafscheidelijk. Nou, in ieder geval, Belinda schreef genoeg nummers voor zijn CD, Dat is waar, ja. Banger Hart heeft never ook geschreven. Never change the winning team, wat dat betreft. Ja, nee, Banger Hart heeft Elle Driessen geschreven trouwens. Ja, eindelijk een hit. Nummer 1 hit. Ja, precies. Oké, andere stories dan. Nou ja, goed, morgenavond, hè. Groot gala, televisiering. Ja, waar is het? In de Bijlmer? In de AFAS. Oh ja, dat is in de Bijlmer, ja, natuurlijk. Okay, ja, dat is het. Dat was jarenlang Carré. Ja, en sinds jaren is het in AFAS. Vind jij dat nog steeds een beetje de glorie hebben die het ooit had? Want ik bedoel. Ja, Nee, hè? Er zitten zelfs al geen bekende Nederlanders meer in de zaal. Maar alle vroeger kwamen ook echt alle oud-genomineerden, oud-winnaars. Ja, mm-hmm. Komen ook niet meer. Die je nu op een handje, op twee handen misschien kan tellen. Mm-hmm. En die huis is er wel ieder jaar bij. Ja, tuurlijk. Dan word je nog ergens uitgenodigd. Maar ja, goed. Dat Chantal Jansen en Johnny de Mol zeg maar gewoon niet komen, zegt al genoeg. Ja, maar ja, Chantal zit in Amerika. Johnny is nog op huwelijksreis. Het hele team van de Vaar moet werken. Ja, zo blijft er natuurlijk geen bekende Nederlander over. Tenminste, als je het over echte bekende Nederlanders hebt. Goed, wat zijn genomineerden? Bo zal komen, Hubert de Tan. Ja, die komen allemaal niet. Of Eva Jinek komt, die is natuurlijk, die zit nog midden in de zwangerschapsverlof. Dus maar, Karin, als jij daar naartoe gaat, hè, want jij gaat er natuurlijk ook waarschijnlijk dan heen om quotejes te halen, zoals dat heet, hè, dus om korte gesprekjes te voeren met alle aanwezigen. Herken jij dan, want ik had toevallig gisteren, ben ik even naar de film geweest, dat was ook een première van een film, en dan zijn er heel veel mensen, daar worden dan vragen aan gesteld, de journalisten, denk, wie zijn dat dan? Dan is het weer een vlogger van dat. En dan influencer. Het zegt me allemaal niks. Herken je al die mensen? Nee, en ik denk ook niet dat ik ze ga leren kennen. Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik denk ook niet dat het interessant is voor de bladen.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, is het ook niet. Nee, dat toch? Is een hele jonge doelgroep. Hele andere doelgroep. Maar veel maatschappijen die zweren er tegenwoordig bij. Ja. Dat zeg maar 80% van de genodigden bestaan uit influencers. Ja, dat klopt. Er werden gisteravond zelfs vragen aan mij gesteld. Waar? Kun je nagaan dat er niemand anders we was? We krijgen wel tegenwoordig een smoele poepers. Ja. Oh, dus ja, dan kennen ze jou, hè? Het land in het ene, ze één nog koning. Leuk, hè? Weer een leuke grap, hè, Karin? Jammer. Dat was de laatste keer met Karin, trouwens. Nee. Iemand die een horloge wilde verkopen aan je. Hey, Karin, hebben we nog wat over de uitvaart van Koos? Albert? Ja, iedereen die heeft hem zich natuurlijk op een hele mooie manier herinnerd. En hij kreeg een staande ovatie aan het einde. Ja. En jij zat binnen. Ja, weet je waar ik van schrok? Van Bonnie Sinclair. Oh, was ze er ook? Die zag eruit zeker? Nou ja, het was nog iets wat ooit op Bonnie Sinclair heeft geleken. Oh, jeetje. Had jij ook niet zoiets? Ja, maar ik heb Bonnie's vaker op die manier gezien. Ja. En Bonnie was ook de enige die na afloop niets wilde zeggen. Iedereen die had een verhaal over Koos, een eigen herinnering aan Koos, die ze met ons deelde, behalve Bonnie. Ja, maar ja, ik denk ook dat ze... Bonnie wordt trouwens nog wel, of dat is op zich dat is wel iets anders, maar in het boek van Peter Koelewijn genoemd, er was van de week de presentatie van. Ja, heb ik gezien, ja. En Bonnie en Peter hebben natuurlijk heel lang samengewerkt. Ja. Dat is ook een stuk gegaan door... Hij heeft haar ontdekt toch ook? Ja. Ja, hij heeft haar ontdekt, ja. En hij zou nu heel graag, vertelt in het boek, een nieuwe plaat met haar opnemen. Love and Whiskey. Hij zegt, ik denk dat het er iets te dik bovenop ligt. Ja, ik denk het ook. Ja. Julie in the Gloria was dat, hè? Met Robert Long ook heel lang geleden. Long, ja, weet je, laten we niet vergeten, ze is wel een van de beste zangeressen van Nederland geweest, hè? Laten we dat niet uitvallen. Dat is absoluut waar. Dat schrijft hij ook in zijn boek. Hij zegt, want er wordt heel... Door heel veel discjockeys. Hij zegt nu grappig gemaakt. Niet door jullie hoor. Wat ze allemaal, hoe ze er nu uitziet. En wat ze allemaal niet meer kan. Over de drankgebruik. Hij zegt maar, ze heeft in de pink. Hij zegt meer talent. Hij zegt dan menig zangeres die hier in Nederland loopt. Een paar jaar geleden stond zij ook met de jongens in de toppers. Hè, in de arena. En toen was echt bizar hoe goed zij daar zong. Ja. Ja. Het was ze had een pruik op en zo. Ze kan echt heel goed zingen namelijk. Ja, maar... ja en toen heeft Gerard Joling... Dat was ook zeg maar Gerard Joling heeft daar in aanloop naar de toppers toen echt wel zich over haar ontfermd. En echt gezorgd dat ze gewoon ook echt een tijdje nuchter was. Mm-hmm. Want als ze echt gewoon... Ja, ik bedoel, dan is ze gewoon echt nog steeds heel erg goed. Ja. Dr. Bernhard vond ik ook zo leuk altijd. Absoluut. Ron Brandstede was er toen ook bij. Dat was echt wel helemaal compleet. Ja, echt leuk. Ron Brandstede was er niet bekend. Nee, maar in de arena. Was Zong hij ook mee. Ja, tuurlijk. Zo ja, dat was ook een bedenkstel van Peter Koelewijn vertelde in zijn boek. Om Ron Brandstede daarvoor te vragen. Leuk. Ja. Zullen we die eens een keertje draaien even? Dr. Bernhard, of mag dat niet? Nog één keer dan? Ja, vind ik wel even leuk. Ja, vind ik wel. Ja. Goed, we zijn er doorheen voor deze week, want we zijn alweer veel te lang. Voordat we het weten zitten we altijd weer aan, weet ik het hoeveel minuten. Er is genoeg te melden altijd. Karin, dankjewel. Tot volgende week weer. Okay. En we gaan luisteren naar Dr. Bernhard van Ron en Bonnie. Doei!